Oké, we gaan weer even verder met het ontgrendelen van de hoofdlijn, van de slacklijn. Onze hond is er ondertussen bij komen zitten. We hebben hem ontgrendeld via dit lipje en ontgrendeld via dit handvat. Dus trek nog beide even in en vervolgens trek je het geheel naar beneden, waarbij de slacklijn loskomt. En de hele slacklijn kan vervolgens worden teruggetrokken.